super, super tof dat jullie weer kijken naar een genoeg nieuwe video. Nou, ik ben Amy. En vandaag is zondag. En ik ga weer super leuks doen, want ik ga naar de nieuwe film Frozen. En ik ga niet alleen, ik ga met Rihanna. Een goede vriendin van mij. Mijn outfit. Shirt van de Wii. Broek van de Wii. En villa schoenen heb ik weer aan. En hele mooie sokken, die staan heel mooi onder. Dus niet. Wij gaan naar de nieuwe film Frozen. Kijken wat we gaan nemen. Je hebt popcorn en zo. Even kijken, welke M&M's of Matthäusjes we nemen we? Best wel lastig. Ik heb al zoete popcorn. Ik kan niet zo goed vasthouden. Ja, die. Oh, Misfit. Is nu pauze, 10 minuten. Nou, deze film is gewoon leuk en het blijft gewoon leuk. Frozen 2 was echt een geniale film. En het is voor jong en oud en niet per se voor kleinkinderen. Het is voor jong en oud, zei ik net. Ja, jong en oud. En ik heb nog een super leuke poster even laten zien. Keep it gek. Alweer een tijdje thuis. Ik heb alweer gegeten, de hond uitgelaten en ik heb mijn pyjama weer aan. Van de Primark. Ik weet niet wat het is. Een beetje pantenprint of zo. Joh. Ik heb dus een super leuke dag gehad met Rihanna. En ja, het was super gezellig. Wel jammer dat de tijd heel snel ging. En we waren nog even bij de HEMA geweest. Die is elke zondag los in bij ons in de buurt. Dus ja, waar ik woon. En daar heb ik ook weer wat gekocht. Niet normaal, ik heb weer wat gekocht, jongens. Ik laat jullie even zien. Oh, ik heb hem weer in de kast gelegd. Ik dacht dat ik hem nog in de tas had. Oh ja, en ik heb nog een rokje gekocht bij Ariane Go. Die was ook los op zondag. Ook in de kast neergelegd. Kijk, daar heb ik dit rokje gekocht. Hij kostte 30 euro en ik had 5% korting. Dus had ik hem voor 25 euro. Ik vind dit echt super mooi herfstkleurtje. En deze heb ik bij de HEMA gekocht. 10 tot. Deze trui zou ik echt nooit kopen. Als ik hem zie. Maar ik had hem aan en hij stond echt super mooi. En Rihanna heeft deze ook. En die zei dat ook. Precies hetzelfde. Dus is wel leuk. En het is heel grappig. Ik heb gewoon de maat van 8 tot 10 jaar. Maar dat zegt niks. Als het maar leuk blijft en niet te kinderachtig, dan is het toch mooi. Dus ja, deze kostte 15 euro. En ik ga hem. Ik zeg misschien blunder. Nou, ik ga hem natuurlijk voor jullie showen. Dus ja, en de rok ook. Met de shirt van de New Yorker. En hij zit echt super lekker, dit rokje. Nou, ik wou de video eigenlijk
ik weer afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, doe dan zeker een duimpje omhoog. Nog niet geabonneerd, zeker doen. En dan zeg ik tot de volgende video.